Ik ben dus Rob. Gelukkig nog steeds getrouwd met Jamie. Wij hebben een zoon van 10. Die zit beneden. Die wilde papa niet zien spreken. Dat is niet spannend. Een paar weken geleden belde Jamie mij op. En die zei in het Engels dan natuurlijk: "Just for your info, Joshua wants your number." En mijn eerste reactie was: uh-oh. Waarom wil de campuspastor mijn nummer hebben? En nou ja, toen een paar minuten later kwam verlossende bericht van hem: "Wil je spreken op Hot Sunday?" Ik moest even denken, maar met een paar duwtjes in mijn zij van Jamie heb ik ja gezegd. En ik heb nu dus, nou, ik had 7, nu ongeveer 6 minuten nog om wat met jullie te delen. Laatste keer moet ik eerlijk zeggen, toen ik hier was, had ik een cape en een stoel. En toen probeerde ik te vliegen. Spoiler alert, vandaag niet. Sorry. Toen wij hier voor het eerst kwamen, nou, jullie hebben net ons getuigenis gezien. De handtekening was onder het papieren gezet. Scheidingspapieren lag bij de rechtbank. We hadden dus gezegd, stop, we gaan niet door. Ik weet niet of jullie een beeld kennen. Je hebt in Amerikaans films, je hebt zo'n veranda. En er zitten twee oude mensen, zitten zo ijsthee te drinken en te genieten van hun zoon of hun kinderen. Nou, dat beeld had ik altijd bij Jamie en mij. En dat beeld was dus voorbij. Het was over. We hadden dus gezegd, nee. En tijdens een scheiding kwamen allerlei praktische zaken naar voren. Wie gaat waar wonen? Nee, ik trok dus tijdelijk in bij mijn vader. De komende dingen van de spullen moeten verdeeld worden. Wie krijgt de tafel? CD van jou, CD van mij. Dat soort dingetjes. En je huisje, boompje, beestje wordt al heel snel, zeker als je kinderen hebt, wordt het rechtbank, advocaat en bezoekregeling. En dat brengt best een klap mee. En dan heb ik nog niet eens een financiële klap. Mensen die een scheiding hebben gehad, die weten, er zit altijd een kostenplaatje aan. Er zijn allemaal mensen die er gebruik van maken. En ook daarna, nog heel lang, heb je allerlei financiële problemen. Maar mensen kijken vaak naar de financiële problemen die je krijgt. En de materiële problemen. Maar het heeft ook echt, kan ik uit ervaring nog zeggen, een mentale klap. Je hebt angsten. Je hebt pijn, verdriet. En de tijd, ja, het toekomstbeeld dat je hebt, moet je even helemaal bijstellen. En dat is niet even. Je hebt een droom van we gaan samen, gaan het leven in, we krijgen kleinkinderen, opa Rob en oma Jamie. En dat moet nu helemaal anders geëvalueerd worden. En in het begin ook zagen we met onze zoon, die trouwens niet Tyler heet, maar Theo, hij, het begin vond hij het leuk. Het was, weet je, een dagje bij papa, een dagje bij mama en wij verwenden hem dan extra. Maar ook hij zag na een tijdje van, het is toch niet. Weet je, dit voelt niet natuurlijk, dit is het niet. En ik moet ook zeggen dat het voor mij ook een mentale klap was. En ook in mijn geloofsleven, helaas, ging dat echt wel een klap zijn. En dat, nou ja, Jamie zei het al, de kerk waar wij zaten voelde gewoon niet meer als thuis. Dus ik ging niet meer. En bidden, ja, deed ik eigenlijk alleen maar om de loterij te winnen. En de Bijbel, die ging de kast in. Tussen de normale boeken, de fictieboeken, de non-fictieboeken. En ik moet zeggen dat God leek heel ver weg. Maar God is niet ver weg. Ik was ver weg van God. En ik had mijn geloof op een laag pitje gezet. Maar God zet jou nooit op een laag pitje. En ik heb een Bijbelvers uitgezocht die er volgens mij bij past. 1 Korintiërs 10, 13 zegt: "De beproevingen die je hebt ondergaan zijn niet ongewoon. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zou ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat je er tegen opgewassen bent." En het staat er ook, God is trouw. En God is heel trouw. En God blijft ook trouw. En hoewel wij soms niet altijd even trouw zijn aan God, blijft God wel trouw aan ons. Wij lopen soms weg van God, maar God loopt nooit weg van ons. En wat we ook ontdekt hebben, is dat tegen de tijd dat je dan klaar bent om terug te komen bij God, staat God ook echt klaar voor je. Met zijn armen gespreid om jou op te wachten. Net als het verhaal van de verloren zoon, die ook weer terugkwam met zijn vader, staat ook God bij het altaar te wachten tot jij weer terugkomt. Maar hij zegt dus in de Bijbelvers niet alleen dat hij trouw is, hij helpt je dus ook in de beproevingen.
Maar hij helpt je niet alleen. Sterker nog, hij vindt dus ook een uitweg voor jouw beproevingen. Dus je mag niet alleen berekenen dat God dus bij jou is, maar ook dat hij een uitweg heeft. Nou, voor ons was dat dus van Jamie een Freedom in Christ cursus. Voor mij een telefoontje van haar. Heb je zin om een keer mee te gaan naar deze kerk? En God doet dat eigenlijk alleen maar omdat hij van je houdt. En hoewel wij altijd soms, ja, wij blijven mensen met een eigen wil. En zeker in de beproevingen hebben het soms een beetje eigenwijs. En kunnen soms wat minder van God houden. God houdt altijd evenveel van jou. En ook daarom zal hij altijd een uitweg uit jouw beproeving willen vinden. En ik was recent voorbereiding aan het doen voor Kidscam. Want daar mocht ik ook het woord doen. En toen kwam, eigenlijk liet God mij een bijbelpassage zien uit Johannes, namelijk 14:1. Wees niet ongerust, vertrouw op God en vertrouw op mij. En hij is niet zo lang, bijbelpassage, maar hij is wel heel sterk, lijkt mij. Wees niet ongerust was iets wat Jamie en ik echt nodig hadden in die tijd. Maar eigenlijk nog veel belangrijker, vertrouw op God, zegt Jezus. Vertrouw dat hij dus altijd bij jou is. En vertrouw dat hij dus ook altijd een uitweg heeft uit jouw beproevingen. Maar ja, het gaat iets verder, want Jezus zegt dus niet alleen vertrouw op God. Hij zegt ook vertrouw op mij. En in een tijd van beproevingen hebben we het zwaar en lijken we soms echt heel erg alleen. En hoe mooi is het dan dat in een tijd dat je echt vrienden kan gebruiken, dat Jezus dan zegt vertrouw op mij, want ik ben bij jou. En ik ben een van jouw allerbeste vrienden. Hoi. En dat was voor mij echt een les die ik echt heb moeten leren. Een hele belangrijke les. En ik denk dat het ook een les is die we af en toe allemaal nog wel eens een keer kunnen leren. En even herinnerd kunnen worden. En dat we gewoon af en toe tegen elkaar en tegen God kunnen zeggen. God, ik vertrouw op u. Ik vertrouw erop dat u van mij houdt. En ik vertrouw erop dat u altijd voor mij een uitweg uit een beproeving heeft. Dat uit een donkere tunnel heeft voor mij altijd een licht. En wat een zegen is het dat wij ook mogen zeggen, Jezus, ik vertrouw erop dat u mijn redder bent. Jezus, ik vertrouw op dat u mijn verlosser bent. En ook heel belangrijk, Jezus, ik vertrouw erop dat u mijn allerbeste vriend bent.